Weet je nog, toen wij net starten met de cursus, om een mooi voorbeeld te geven van ja, hoe is de afgelopen periode gegaan? Ja. Toen was ik bij jou, waren wij nog klein. Was het ook niet zozeer het aan de volgende investeren, maar hoe ga ik nou dat hele verhuurspelletje opzetten? Toen had ik iemand die was op de Groene Heuvels aan het kijken in Arnhem. En hij zegt, kan je even meekijken? Nou, we hebben elke dinsdag bij een live Zoom call. Ik ging met hem meekijken. Zag ik daar een stenen woning met koopgrond. Nou, nu gaat iedereen kijken naar de Groene Heuvels. Tik, tik, tik. 60.000, 70.000 euro waren ze toen. Hij zegt, dat is wel duur, dat is wel geld. Hè? Ik zeg, ik weet niet, maar in Egmond ga je hier helemaal niks voor. Koop je een garage voor. Ja. Ik vind het niet duur. Een paar maanden later zat er weer een live call. Ik zeg, heb je nog actie ondernomen? Ik zeg, heb je je financiële positie in kaart gebracht? En wat kan je? Ja, ze zijn nu 110. Ja. En hij zegt, dat duur. Ik zeg, ik heb geen glazen bol. Ja. Ik zeg maar, ja, ondertussen was COVID ook begonnen. Ja. COVID was heel even schrikken voor ons. Maar wij hebben ook het verhuurbedrijf daarnaast. Ja, toen stond dat gewoon eventjes stil, 6 weken lang. Maar daarna explodeerde het in Nederland en België. Want mensen gingen in eigen land op vakantie.